Hallo. Ja, ik ben Sarah. Ik ben 14 jaar oud. Ik kom uit Afghanistan. Ja, dit is mijn huis. Hier woon ik. Ja, dit is mijn keuken. Heeft mijn moeder gemaakt. Lekker spaghetti. Hier is mijn kamer. Het is wel een beetje rommelig. Hier slaapt mijn zus. Ze slaapt nu ook. Beneden slaap ik. Ja. En dit is mijn hockeystick. Ik hockey ook. Ja, 3 jaar geleden stond ik in een krant. Ja, ik verwacht niet voor 3 jaar geleden dat ik nog steeds hier in Nederland zijn. Helaas ben ik nog steeds in AZC. Dit was 3 jaar geleden. En dit was ik. Ik kan wel een stukje voorlezen. Ze schudde met haar billen, schopte met haar benen, zwaait met haar armen. Sarah uit Afghanistan doet het dansje van Team Up. Tot nu toe gebruiken in oorlogse gebieden en vluchtelingenkampen in het buitenland om kinderen al spelen te helpen hun oorlogservaringen te verwerken. Bij Team Up doen wij vaak spelletjes en daar doen we meestal trefbal. Dat vind ik het leukste. En de begeleiders helpen kinderen om beter Nederlands te praten. Het is al bijna 3 jaar dat ik naar Team Up ga. Ja, ik vind het heel leuk om te spelen. Ik ben nu 14 jaar, maar sommige mensen denken dat ik te oud ben voor dit activiteit, maar dat denk ik niet. Dat helpt wel, ja. Dan vergeet ik ook soms die dingetjes die ik niet wil eten. Dan doe ik wat gezellig is. Een paar dagen geleden hebben we een brief gekregen dat we mochten niet in Nederlands blijven. En ja, ik vond het echt heel verdrietig dat we mochten niet blijven. En mijn moeder zat te huilen, mijn zus, iedereen zat te huilen. Ja, eigenlijk ik ook. En we zijn nog steeds in gevaar. Ik wil ineens niet terug naar Afghanistan gaan. Ik ben heel bang voor mijn leven.